door de Brabantse Milieufederatie. Wij zijn live. Ik zie dat er nog een heleboel mensen binnendruppelen. Dat is alleen maar mooi. We gaan wel beginnen om ook weer op tijd te kunnen stoppen. Ik zie u allen nog niet. U ziet mij als het goed is wel. Mijn naam is Mischa Mouwen. En ik werk bij de Brabantse Milieufederatie en zal u vanavond door dit webinar heen leiden. En verder ga ik mijn mond houden, want het gaat om de drie gasten die we voor u hebben. En waarvan we heel blij zijn dat ze vanavond het woord willen nemen. Welkom allemaal. Fijn dat u interesse hebt voor dit webinar. Blij dat u met zoveel bent. Ik zie inmiddels zoveel op mijn scherm dat ik het niet meer precies weet. Maar volgens mij zie ik het getal 67. Dus dat is een hele mooie opkomst. Welkom vanavond ook met speciaal welkom voor de leden van Provinciale Staten in Brabant. Fijn dat u interesse heeft in dit hele actuele onderwerp, pesticiden en gezondheid. Denk aan het Europese debat over de toelating van glyfosaat, natuurlijk heel recent, vorige week, de week daarvoor, met als uitkomst dat de toelating van het middel glyfosaat weer verlengd is met 10 jaar. Dus we gaan het erover blijven hebben met elkaar. Voor de statenleden wil ik nog een keer benoemen dat er na iedere presentatie, wij hebben in totaal 3 sprekers het komende uur, dat er na iedere presentatie heel kort, 1 minuut of 5, de gelegenheid is om verhelderende vragen te stellen. Gebruik hiervoor alsjeblieft het bekende handje, wat u ziet bovenaan de balk van het Teams. Het is niet de bedoeling dat we gaan discussiëren. Daarvoor is de tijd te kort. En ik wil ook de gelegenheid stellen aan zoveel mogelijk mensen om hun vraag te stellen. Alleen we zitten ook een beetje met de tijd. Dus wellicht lukt het niet om al uw vragen aan de orde te laten komen. Aan het einde van de 3 presentaties hebben we ook nog 1 minuut of 10 de gelegenheid voor vragen en dingen die u bezighouden rondom dit onderwerp. Ook weer niet bedoeld om in discussie te gaan, maar wel om de zaak helder te hebben aan het einde van de avond. Nou, voordat we beginnen, nog een paar praktische zaken. En daarna ben ik ook wel heel nieuwsgierig wie hier allemaal in de digitale zaal zitten. Maar eerst nog even, wij hebben in principe 1 uur de tijd. Tot 9 uur hadden wij u dit programma aangeboden. De eerlijkheid gebiedt ons dat de kans dat we iets uitlopen wel aanwezig is. Dus ik ga ervan uit dat we... Ik ga in ieder geval proberen om uiterlijk 9:15 te eindigen. Maar we hopen dat u de flexibiliteit heeft om die uitloop mede mogelijk te maken. Mocht dat niet zo zijn, dan verlaat natuurlijk vooral gewoon deze vergadering. Het andere punt, u zit het misschien linksboven al, wij nemen dit webinar op en zullen u na afloop berichten wanneer en hoe u het webinar, als u dat wil, terug kunt vinden. Dus houdt u er rekening mee dat we dit opnemen. En daarmee delen we ook verder de presentaties niet, want die kunt u terugkijken als u wilt. Ten slotte wil ik nog zeggen dat dit webinar deze avond zou niet mogelijk zijn, uiteraard zonder onze gasten, die ga ik u zo voorstellen, maar zeker ook niet zonder de inzet van mijn collega's Merel Groot en Joep van Overbeek. Dus die wil ik bij deze alvast bedanken. En dan ben ik nu eigenlijk heel erg benieuwd, Joep, als je zover bent, om in 2 vragen iets meer over u te horen, te lezen. U ziet, als het goed is, op uw scherm een Mentimeter verschijnen. Het zou kunnen zijn dat u dat eerst nog moet accepteren. En dan ziet u, als het goed is, 2 schermpjes. Eentje waar nu een blauw balkje omhoog schiet en het schermpje rechts waarin de vraag inderdaad staat. En de eerste vraag is, als wie?
zit u hier. En als u naar beneden scrolt op het rechter schermpje, een aantal hebben de knop al gevonden, dan ziet u de keuzes. Dus bent u hier groene vrijwilliger? Voelt u zich vooral, hè, zit u hier aan tafel als boer, als treinbeheerende organisatie? Nou ja, de hele lijst komt langs en u kunt er eentje kiezen. Drukt u op submit en dan gaan we over een paar minuutjes zien met welke verscheidenheid aan mensen we hier vanavond aan tafel zitten, zonder dat we elkaar zien. Nou, er bliept nog een laatste puntje op. Nou, en wat zien we dan? Nou, wat ik al zeg, een grote verscheidenheid, veel bezorgde burgers, ik moet even goed kijken hoor, vrijwilligers, een breed gezelschap, wat ambtenaren. Nou, iedereen is vertegenwoordigd, hartstikke mooi. En ik denk dat dat ook de waarde is, zeker voor dit onderwerp, dat we het vanuit allerlei perspectieven moeten gaan bekijken. Dank voor deze antwoorden. We hebben nog één laatste vraag voor jullie. Die komt er nu aan. Nou, wat is je woonomgeving? En dan gaat het er niet om of je in Veghel of in Berg op Zoom woont, maar inderdaad, hè, woont u in de stad, aan de rand van de stad of in het buitengebied? Maar ik hoef het niet uit te leggen, want u vindt het allemaal al. Nou, ook hier weer een brede vertegenwoordiging. Vooral mensen uit het buitengebied. Hè, wellicht ook omdat daar het onderwerp het meest aan den lijve wordt ondervonden. Nou, fijn. Fijn om zo een heel klein beetje voor ons, maar ook voor uzelf te weten wie hier aanwezig zijn. Ik zie dat een aantal mensen aangeven dat de Mentimeter het niet helemaal goed heeft gedaan. Nou, dat zei dan zo, dat is verder ook niet zo erg. Het was meer even een korte kennismaking. Nou, de Mentimeter is gestopt. Heel fijn, Joek, dankjewel. Dan is het tijd om de eerste spreker aan u te gaan introduceren. Dat is hoogleraar meneer Bas Bloem. Hij gaat ons meenemen in de relatie tussen pesticidengebruik en gezondheid. Bas, je bent hoogleraar neurologische bewegingsstoornissen aan het Nijmeegse Radboud UMC. Wereldwijd expert op het gebied van Parkinson. Je bent bezorgd en houdt je intens bezig met het verband tussen het gebruik van bestrijdingsmiddelen en de hersenziekte Parkinson, wil ik maar even vertellen voordat ik jou het woord geef. En aan de mensen die hier aanwezig zijn, wellicht heeft u Bas gisteren gezien bij de uitzending van Nieuwsuur, waar het ook uitgebreid over dit onderwerp is gegaan. Dus wij zijn vereerd, Bas, dat je ook in de gelegenheid bent om hier vanavond in Brabant jouw zorgen en jouw suggesties rondom dit onderwerp met ons te delen. En ik wil je eigenlijk graag het woord geven. De sheets staan al klaar. Welkom en alsjeblieft. Je moet alleen nog even je microfoon aanzetten. Dankjewel, Misha. Ben ik zo goed te verstaan? Ja. Uitstekend. Nou, dank voor de uitnodiging. Ik zal jullie in vogelvlucht doornemen door enerzijds de groei van Parkinson en anderzijds de rol van de omgeving daarbij. En dat zal ik dus ook in een aantal onderdelen proberen te splitsen. De groei van Parkinson. Ik ga iets zeggen over het toelatingsbeleid. En als we daaraan toekomen, dat is voor mij eigenlijk nog het minst belangrijke, is de rol van glyfosaat. Want ik zie dat meer als een showcase aan de hand waarvan we moeten praten met elkaar over hoe we nou omgaan met onze omgeving en bijvoorbeeld giftige stoffen daarin. Dus als eerste iets over die groei van Parkinson. Dit is de groei van Parkinson wereldwijd. Wereldwijd is de ziekte van Parkinson in de afgelopen 20 jaar verdubbeld. En als we niks doen, dan gaat dat de komende 20 jaar opnieuw verdubbelen. Dit is de groei van Parkinson in Nederland.
Ook in Nederland is Parkinson met meer dan 30% gegroeid in de afgelopen 10 jaar. En daar zijn veel misverstanden over. En ik maak heel kort even van de gelegenheid gebruik om dat uit te leggen. Want ik zie op Twitter allerlei misverstanden daarover ontstaan. Wat je hier ziet is de prevalentie. En de prevalentie, dat moet je zien als een badkuip. Dit is de waterspiegel in de badkuip. Dus de waterspiegel in de badkuip is in 10 jaar met 30% gestegen. Dat is het aantal bestaande gevallen van mensen met Parkinson. Het aantal bestaande gevallen is de optelsom van de instroom, dat noemen we in vaktermen de incidentie, en de uitstroom. De instroom in Nederland, volgens de allerlaatste getallen, ik heb ze vanochtend nog gezien, is als je kijkt naar de VECTIS-gegevens, en dat zijn de meest betrouwbare gegevens, namelijk diagnoses door neurologen gesteld, niet diagnoses door huisartsen gesteld, dan is die instroom in Nederland min of meer constant. Die groeit dus niet zoals in China, gelukkig, waar die ziekte aan het exploderen is. Hij krimpt ook niet. Hij gaat met een constante snelheid door. En dat vind ik zorgwekkend. De prevalentie groeit misschien wel omdat we gemiddeld met z'n allen ouder worden. En ook omdat we dankzij goede zorg in Nederland, onder andere het vanuit Nijmegen ontwikkelde Parkinsonnet, de sterfte onder mensen met Parkinson iets hebben teruggedrongen. Dus als iemand langer leeft, dan groeit de spiegel in de badkuip. Ik hoop dat u dat snapt. Dus die incidentie is constant, de prevalentie groeit. En de sterfte neemt iets af. Dan zeggen mensen heel vaak, ja, maar dat komt door veroudering. Hè? Ik noemde al even het feit dat wij gemiddeld ouder worden. Maar dat is niet zo. Dit is een ingewikkeld plaatje, maar u hoeft alleen naar het rechterdeel te kijken. Hier, dat stuk. U ziet hier gegevens uit de Lancet voor beroertes, Alzheimer en Parkinson. En als je corrigeert voor veroudering, dan zie je dat beroertes afnemen. En dat is hartstikke mooi, omdat we beter zijn in het voorkomen van beroertes. Met bijvoorbeeld bloedplaatjesremmers. Je ziet dat Alzheimer min of meer gelijk blijft of ietsje krimpt, omdat Alzheimer kennelijk volledig toe te schrijven is aan veroudering. En letterlijk de enige ziekte in die grote studie wereldwijd was Parkinson, die groeide bovenop het verouderingseffect. En u ziet daar getallen staan met plus 10,8%, plus 22, plus 15,7%. Belangrijker nog, veroudering is helemaal niet de oorzaak van Parkinson. Veroudering betekent dat je langer de tijd hebt gehad om blootgesteld te worden aan giftige stoffen in onze omgeving. Hier zie je die incidentie, het aantal nieuwe gevallen van Parkinson op de y-as, als functie van de leeftijd op de x-as. En je ziet inderdaad dat hoe ouder je wordt, hoe hoger het risico op Parkinson. Je ziet overigens ook dat mannen een veel hoger risico hebben dan vrouwen. Dat komt, denken we, door beroepsmatige blootstelling. In de meeste landen van de wereld zijn boeren vaker man, zijn ze vaker metaalbewerker, werken ze vaker in de chemische industrie. Kortom, mannen hebben een hoger risico om beroepsmatig te worden blootgesteld aan giftige stoffen. Maar kijk nog eens goed naar dit plaatje. Dit is het plaatje voor longkanker. Dat plaatje is nagenoeg identiek. Niemand zal zeggen dat veroudering de oorzaak is van longkanker. Dit plaatje is identiek omdat je leeftijd nodig hebt om lang genoeg te roken, om genoeg pekjeers op te bouwen, om longkanker te krijgen. Dus ja, het risico op Parkinson neemt toe met de leeftijd. Maar er is geen enkele aanwijzing uit de literatuur dat veroudering sec Parkinson veroorzaakt. Ouder worden betekent langer de tijd hebben om te worden blootgesteld aan giftige stoffen. Komt het misschien omdat neurologen betere dokters zijn geworden? Hier zie je in blauw MS. En MS is in de afgelopen eeuw ongeveer gelijk gebleven, terwijl de diagnostiek voor MS dramatisch verbeterd is. Met MRI-technieken, liquortechnieken. Parkinson wordt vandaag de dag vastgesteld op de manier zoals James Parkinson dat deed in 1817, met de blote handen. Ik heb vandaag nog poli gedaan en mensen verteld, u heeft Parkinson, puur op een spreekkamergesprek. Dus als het kwam omdat wij betere dokters werden, had MS ook moeten groeien, maar dat doet het niet. Is het misschien erfelijkheid? Ja, er zijn een aantal erfelijke factoren, maar we denken dat die hooguit de gevoeligheid voor pesticiden of andere stoffen vergroten. Er is bijvoorbeeld onderzoek gedaan onder eeneiige tweelingen. Als
Parkinson een grote erfelijke factor had, dan zouden eeneiige tweelingen veel vaker allebei Parkinson moeten hebben dan tweeëiige tweelingen die veel minder identiek zijn. En wat we net gepubliceerd hebben, u ziet hier allemaal ziekten op een rijtje. En bovenaan zie je diabetes, suikerziekte. Dat is een ziekte met een hele sterke erfelijke component. En je ziet dat Parkinson in het zwart daaronder helemaal onderaan de lijst bungelt. Dus ja, er is een erfelijke component, maar die is heel klein bij de ziekte van Parkinson, maar draagt wel bij. Bovendien zijn die mutaties al duizenden jaren oud. Dit is een plaatje van de verspreiding van de GBA-mutatie die in Nederland bij 15% van de Parkinson-patiënten voorkomt. Die mutatie is al duizenden jaren oud. Toch beschreef James Parkinson in 1817 dat hij voor het eerst een nieuwe ziekte zag. Dus als die mutatie op zichzelf de oorzaak van Parkinson was, dan hadden wij die ziekte al eeuwen geleden moeten zien. Want die klinici destijds waren voortreffelijk. En toch zagen we die ziekte niet. En dat klopt, want wij weten inmiddels dat alle 8 genen voor Parkinson, als je die bijvoorbeeld aan een muis geeft, de gevoeligheid voor blootstelling aan giftige stoffen vergroten. Dus die erfelijke factoren die er al duizenden jaren waren, die werden pas relevant toen wij onze omgeving begonnen te vervuilen. Dus je moet Parkinson heel erg zoeken in die driehoek van erfelijkheid, wat je gevoeligheid vergroot, iets in de omgeving en ook, om het heel positief te houden, je eigen lifestyle. Of je bijvoorbeeld veel sport of je gezond eet. Nou, zijn het alleen pesticiden? Ook dat zie ik in de media op allerlei manieren misgaan. Het zijn niet alleen pesticiden. Het is bijvoorbeeld ook luchtverontreiniging. Dat verklaart waarom James Parkinson in 1817 die ziekte beschreef in Londen, toen daar de industriële revolutie aan de gang was. Zware metalen zijn gelinkt aan Parkinson. Trichloretyleen, een oplosmiddel wat vroeger gebruikt werd in wasserettes en stomerijen, wat in Tippex zat, wat in schoensmeer zat, geeft een enorm verhoogd risico op Parkinson. En zelfs herhaalde hersenschuddingen geven een hoger risico op Parkinson. Dus het is zeker niet alleen pesticiden. Dat gaat vaak mis in de media. Je moet ook een onderscheid maken tussen pesticiden die in het verleden gebruikt zijn en die erg giftig waren en die we gelukkig in Nederland niet meer gebruiken. Dus Nederland heeft ook een aantal goede stappen gezet. Probleem is 1, dat de aanloop naar Parkinson tientallen jaren kan duren. Dus we kijken misschien ook wel voor een deel aan tegen de nasleep van wat vroeger gebruikt werd. En die stoffen ben je niet zomaar kwijt uit het milieu. Die blijven soms wel tientallen jaren in onze omgeving zitten, afhankelijk van welke stof het is. En dan toch heel even over die pesticiden. Het is dus niet de enige oorzaak. En een aantal hele verdachte pesticiden zijn gelukkig verboden. Mijn grootste zorg is dat van de huidige pesticiden met name de veiligheid niet is aangetoond. Dus dat is iets anders dan te zeggen, de huidige pesticiden zijn met zekerheid de oorzaak van Parkinson. Dat weten we niet. Daar kun je allerlei gedachten over hebben en die heb ik ook. Maar we weten dat niet zeker en het zou kunnen zijn dat de groei van Parkinson op dit moment misschien wel voor een groot deel komt door die oude pesticiden. Dus daar moeten we een genuanceerd gesprek met z'n allen over voeren. Nou, wat is het bewijs? Heel kort. Dit waren 7 drugsverslaafden in Amerika die zichzelf hadden ingespoten met een heroïne-analoog die aan de naald eindstadium Parkinson veroorzaakte. Dat spul heette MPP+. Laat dat spul nou identiek zijn aan paraquat, een pesticide die in Nederland jarenlang is gebruikt, gelukkig al heel lang verboden is. Maar bijvoorbeeld vandaag de dag in Amerika, Australië en Canada, Argentinië nog steeds gebruikt wordt. Dat is een gif waarvan we zeker weten dat dat het Parkinson-gebied beschadigt. Nou, inmiddels zijn er heel veel goede studies gedaan die bijna allemaal een risico op Parkinson laten zien. Als je hier een blokje ziet aan de rechterkant van de stippellijn, betekent dat een hoger risico op Parkinson. En als het lijntje wat er omheen is getrokken niet door dat stippellijntje stapt, dan is dat statistisch significant. Dus er zijn heel veel studies die inmiddels een relatie laten zien tussen pesticiden als groep, let wel, als groep, en het risico op Parkinson. Dat komt uit epidemiologisch onderzoek, maar dat wordt bevestigd door muizenonderzoek. Als je pesticiden voert aan een muis
En dan heb ik het vooral over die oude pesticiden. Dan veroorzaken die schade in het Parkinsongebied. En geven die Parkinsonverschijnselen bij een muis en een rat en ook bij een aap. Dat geldt vooral voor die oude pesticiden. En dan is er allerlei landkaartonderzoek. Dit is Quebec in Canada, waar André Barbeau voor het eerst keek of Parkinson egaal verdeeld over het land voorkwam. En wat bleek, Parkinson komt in clusters voor, waarbij de gebieden waar meer Parkinson zit ook de allerhoogste concentraties hadden van het gebruik van pesticiden en gemeten concentraties van pesticiden in het grondwater. Daar ziet u zo'n relatie met die pesticiden. Dat is een heel ingewikkelde grafiek, maar je ziet dat daar een relatie is met de concentratie van pesticiden in het grondwater. En dit is die beruchte landkaart van Frankrijk, waarbij je ziet dat ook in Frankrijk Parkinson helemaal niet homogeen over het land voorkomt, maar dat dat vaker voorkomt precies in gebieden waar heel veel wijnbouw is. Om die reden hebben de Fransen Parkinson onder wijnboeren inmiddels erkend als een beroepsziekte. En ook in Frankrijk is er een relatie met de dosis van de pesticiden die op het land worden aangetroffen en het risico op Parkinson. En dat hebben de Fransen gevonden, niet alleen onder wijnboeren, maar ook bij omwonenden. In Nederland is het verband met omwonenden veel minder duidelijk aangetoond. En dit is dan nog, om het volledig te maken, het landkaartplaatje voor Amerika. Dit hebben ze in Louisiana uitgezocht. Dus in 3 landen ter wereld laat die landkaartjes zien dat Parkinson vaker voorkomt, precies waar meer pesticiden worden gebruikt. In Nederland is dat onderzoek minder overtuigend. Dat komt ook omdat het maken van zo'n landkaartje razend ingewikkeld is. Het heeft te maken met je erfelijkheid, wat je hebt gegeten, waar je hebt gewoond, waar je hebt gewerkt. Je bent misschien verhuisd, je bent van baan veranderd. Je kunt je voorstellen, dat is hogere schoolstatistiek. Er is in ieder geval een onderzoek gedaan waarbij voorzichtige aanwijzingen waren dat Parkinson vaker voorkwam in de bollenstreken in Nederland. En dat ook omwonenden die binnen de 200 meter van zo'n bollenveld woonden misschien een wat hoger risico hadden. Maar dat zijn zeker niet zulke overtuigende gegevens als in het buitenland. En we zijn dat met het IRAS in Utrecht op dit moment aan het herhalen. De reden dat dat even duurt is dat dat echt, geloof me, ongelooflijk ingewikkeld is. En als we dat doen, willen we het goed doen. Heel belangrijk, wil ik toch even noemen, als je al Parkinson hebt en je wordt nog steeds blootgesteld, dan gaat je ziekte harder achteruit en ga je eerder dood. Dus pesticiden zijn niet alleen een risico op het krijgen van Parkinson, het maakt je ziekte ook nog eens erger als je nog steeds wordt blootgesteld. Je ziet dat dat groene lijntje harder naar beneden tuimelt dan het oranje lijntje. Nou, heel kort dan iets over het toelatingsbeleid. Ik zal proberen de tijd goed in de gaten te houden. Mijn grote zorg is dat van de huidige pesticiden we weliswaar niet met zekerheid weten of het een oorzaak is van Parkinson, maar we weten met name niet of ze veilig zijn. Dat probeer ik de hele tijd te benadrukken. En dat is niet een privé mening. Dat staat onder andere in dit gezaghebbende tijdschrift The Lancet Planetary Health, een peer-reviewed onafhankelijk tijdschrift waarin we onze zorgen nog eens op een rijtje hebben gezet. En die zorg wordt gedeeld door het RIVM, door het CTGB en inmiddels zelfs ook door de Europese Voedsel- en Warenautoriteit. Het probleem is dat ze pesticiden, bijvoorbeeld glyfosaat, op dit moment alleen maar toetsen door te kijken naar Parkinson-verschijnselen. Maar een muis krijgt pas Parkinson-verschijnselen als in dit gebiedje wat je hier ziet, dat zwarte gebiedje aan de linkerkant, als daar 70% van de cellen verdwenen zijn. En dat betekent dat het wachten op Parkinson-verschijnsel een veel te laat verschijnsel is. Je moet echt celtellingen doen onder de microscoop. En dat wordt op dit moment in Europa niet gedaan. En de EFSA, de Europese Voedselwarenautoriteit, die hierover gaat, erkent dat. Wij hebben deze werkconferentie gehad in september afgelopen jaar met de EFSA. En u kunt die conclusie misschien sneller lezen dan ik het kan oplezen. Maar zij zeggen, there is broad consensus that the current procedures are likely to give us an inadequate insight into the actual neurotoxic actions of specific pesticides for the substantia nigra, and consequently offer an inadequate assessment of the risk of developing Parkinson's disease in case of human exposure. Dat geven ze nu zelf toe. Die pesticiden werken ook op het microbiome in de darmen.
recente publicatie. En veranderingen in het microbiome, de bacteriën in je darmen, horen bij de allereerste veranderingen die kunnen leiden tot Parkinson. En bovendien blijkt uit onderzoek in Nederlandse boerderijen en bij omwonenden dat er wel meer dan 100 pesticiden zitten in het huisstof in dermate hoge concentraties dat het waarschijnlijk is dat je ook via de huid en via inademing wordt blootgesteld. Maar dat wordt in Europa nu niet getoetst. Daar wordt alleen maar gekeken naar blootstelling via de mond, alsof het alleen maar via de voedselketen komt. Dat is het sprintonderzoek. En als er inderdaad bij omwonenden en bij boeren meer dan 100 verschillende pesticiden zitten, dan moet je in je screeningsonderzoek ook naar die cocktails kijken. Maar in Europees verband wordt er op dit moment eigenlijk alleen maar gekeken naar losse middelen. Maar de realiteit is dat u en ik allemaal worden blootgesteld aan die complexe cocktails. En dit is een prachtig onderzoek in het toptijdschrift Nature Communications, waarin onlangs is aangetoond dat die cocktails samen vele malen schadelijker zijn voor het Parkinson-gebied dan losse middelen. En daar zaten ook middelen bij die bij eerdere screeningsprocedures als veilig uit de mand kwamen toen ze los getest werden. En bovendien hadden die allemaal hele verschillende werkingsmechanismen waarvan op voorhand helemaal niet gedacht werd dat die wel eens schadelijk zouden kunnen zijn. En dan is het allerlaatste dat de industrie zelf ook nog voor een deel relevante studies weglaat. Dat gebeurt in Amerika met Paraquat, dat doet Syngenta. Dat is ook gebeurd met het weglaten van een aantal studies over glyfosaat. Dus ik vind dat onafhankelijke instituten volledig transparant die experimenten moeten uitvoeren. Nou, ik weet dat mijn tijd erop zit, dus ik ga nu niks over glyfosaat zeggen. Behalve dat er een paar studies zijn die dat verband suggereren. Maar ik ben altijd heel duidelijk geweest in de media. Glyfosaat is niet een aangetoonde oorzaak van Parkinson. Het is met name niet aangetoond veilig. Dat is mijn zorg. En ik vind dat er dus een druk ligt op wetenschappers, op de EFSA, de Europese Voedselwarenautoriteit, op het CTGB, op ons allemaal, om zo snel mogelijk te komen met goed bewijs. Dus ik heb in dat artikel in de Lancet ook gezegd, laten we nou glyfosaat niet per acuut verbieden, want ik heb ook, en dat meen ik oprecht, begrip voor het belang van boeren. Het is helemaal niet mijn doel om het boeren lastig te maken. En ik snap heel goed dat als je nu acuut glyfosaat verbiedt, dat je boeren in de problemen brengt. En dat is mijn doel niet. Mijn doel is de groei aan Parkinson te remmen. Dus ik kan ermee leven dat we nog even doorgaan met glyfosaat. Dat we meteen goed onderzoek gaan uitvoeren met het RIVM, een onafhankelijk instituut. Voor de duidelijkheid, dat geld gaat niet naar mij, dat wordt ook wel gesuggereerd. Al dat geld moet naar het RIVM. Ik word er zelf niks beter van. Ik wil dat het gebeurt door een onafhankelijk instituut. En op het moment dat de feiten wijzen dat er een risico op Parkinson is, dan moet je glyfosaat alsnog subiet stoppen. En er is een mogelijkheid met artikel 21 in de Europese wet en regelgeving. En omgekeerd, als glyfosaat door de hoepel springt en het is veilig, dan hoor je mij niet klagen. En in dat toelatingsbeleid, en dat is mijn laatste slotzin, zullen we dus ook naar die cocktails moeten kijken die veel worden gebruikt. Dus wat doet glyfosaat in combinatie met andere middelen die we veel gebruiken? En natuurlijk moeten we parallel hard gaan werken aan niet-chemische alternatieven. En ook daarin wil ik toch benoemen, heb ik sympathie voor boeren die ik gesproken heb. En die natuurlijk als ze naar een biologisch alternatief overstappen en de oogst mislukt, wie geeft die boer het comfort dat hij zijn gezin te eten geeft? Dus ik denk dat bijvoorbeeld een Rabobank zijn rol moet oppakken en bijvoorbeeld boeren die een gewaagde overstap maken, comfort biedt dat als die oogst mislukt, dat hij zijn gezin te eten kan geven. Dus als slotzin, Misha, geen paniekvoetbal, maar doen waar we in Nederland goed in zijn, namelijk het benutten van onze kenniseconomie, het RIVM aan het werk zetten, samenwerking zoeken, niet elkaar gaan betwisten op Twitter, maar proberen de samenhang te zoeken. Dat probeerde ik gisteravond bij Nieuwsuur ook, waar ik samen met de LTO aan tafel zat. Laten we nou de dialoog opzoeken en samen kijken wat het beste is voor boeren en tuinders, voor omwonenden en uiteindelijk voor alle burgers in Nederland. Bas, dank je wel voor je toelichting. Ja, het scherm is niet meer gedeeld. Dank je wel, Bas.
Ik wil de statenleden uitnodigen om van de gelegenheid gebruik te maken om kort een aantal vragen aan Bas te stellen. En dat kun je doen door je handje even op te steken. Dan geef ik je het woord met het verzoek om een korte en bondige vraag te stellen. En mag je even je geluid en beeld aanzetten. Maar op de een of andere manier zie ik... Even kijken. En dan moet ik even scrollen dat ik de... Saskia. Zie ik als eerste en daarna Irma. Saskia, alsjeblieft. Ja, dankjewel. Goedenavond. Ik ben vooral benieuwd, is er ook een relatie tussen pesticiden die in voeding achterblijven en een oorzaak zijn voor Parkinson? Ja, dat is een hele goede vraag, Saskia. Wat duidelijk is, is dat mensen die beroepsmatig worden blootgesteld een hoger risico hebben. Daar is geen enkele discussie over internationaal. Omwonenden in internationaal onderzoek in Nederland iets minder duidelijk. Maar jouw concrete antwoord op jouw vraag, er is nooit aangetoond dat mensen via de voedselketen een hoger risico op Parkinson hebben. Daar kun je gedachten over hebben, maar dat is nooit aangetoond. En daarom heb ik gisteravond bij Nieuwsuur op de televisie ook gezegd, ik wil niet dat we met z'n allen in paniek raken en dat moeders hun kinderen niet meer met fruit naar school sturen. Er is geen wetenschappelijk bewijs. En dat bewijs zal er denk ik ook nooit komen. Want om te bewijzen dat jij van puur de voeding Parkinson hebt gekregen, terwijl je ook blootstelling hebt via inademing, via de huid, beroepsmatig, is razend ingewikkeld. Ik denk niet dat dat bewijs er ooit gaat komen. Oké, duidelijk, bedankt. Dankjewel, Saskia. Mevrouw Irma Koopman. U mag ook uw beeld even aanzetten als je dat wil en uiteraard je geluid. Het is gelukt. Ja, mijn vraag sluit een beetje aan op de vraag van Saskia. Niet zozeer in van hoe stellen we dat nou vast? Want u zegt in de onderzoeken tonen aan van als je de toevalligheden, zeg maar, van de stijging van de lijn met de stijging van. En als we straks gaan onderzoeken of combinaties van, hoe verre is dat dan daadwerkelijk aantoonbaar onderzoek? Of is dat toch altijd nog een vorm van toevalligheid? Dankjewel. Nee, dat is een terechte vraag. Kijk, gaan we in Nederland 3 onderzoeken doen. Het eerste wat we doen, en dat is samen met professor Roel Vermeulen van het IRAS in Utrecht, is dat landkaartonderzoek herhalen. Met alle beperkingen van dien die ik net al een beetje noemde. Het tweede wat we gaan doen, is een zogenaamd case control onderzoek. We gaan bij mensen bij wie de diagnose net is vastgesteld, en bij mensen die precies even oud zijn en bijvoorbeeld dezelfde leefomstandigheden hadden, kijken, wat heb je gegeten? Waar heb je gewoond? Wat heb je ingeademd? Waar heb je gewerkt? Ben je verhuisd? En dat koppelen we aan metingen van pesticiden in ontlasting, urine en bloed, en op de keukentafel en in het huisstof. Dat is een tweede antwoord, maar ook dat onderzoek is echt, geloof mij, heel ingewikkeld. Waar ik het meest vertrouwen in heb, is het onderzoek dat het RIVM zal moeten uitvoeren. En dat is vooralsnog proefdieren blootstellen aan losse middelen, maar uiteindelijk ook aan cocktails van pesticiden. En laat ik meteen ook benadrukken, ik ben helemaal geen voorstander van het doodmaken van heel veel dieren. Dus met het RIVM wordt ook hard gewerkt aan zogenaamde in vitro alternatieven, zodat je bijvoorbeeld in een glazen schaaltje ook die onderzoeken kan uitvoeren, in plaats van een dier daarvoor te moeten doodmaken. Het probleem is alleen dat de internationale standaard nog uitgaat van dieronderzoek. En dat dieronderzoek met celtellingen in het Parkinsongebied, die zijn betrouwbaar. Dat is internationaal geaccepteerd. En daar kun je in goed gecontroleerde omstandigheden losse middelen op hun veiligheid toetsen. En dus die cocktails. Dank je, Bas. Ik hoop dat dat antwoord is op jouw vraag voor nu, Irma. Ik zie nog 1 handje in de lucht. Dat kan ook nog. Dat is dan de laatste vraag in dit blokje. En dat is een vraag van Fiona Bijl. Fiona, ga je gang. Ja, Micha, goedenavond. Bas, vraag je. Ja, je maakte net en passant er ook een opmerking over. Ik vroeg me af in hoeverre de toetsing op de impact van bestanddelen
inmiddels ook is aangevuld met de combinatie van bestanddelen. En je gaf net al even aan die cocktails, maar uit jouw zinsopbouw maakte ik ook soort van op dat dat eigenlijk nog in de kinderschoenen staat. Nee, dat staat zeker in de kinderschoenen. Dus eigenlijk is het hele Europese toelatingsbeleid volledig geënt op losse middelen. Dus dat glyfosaat dossier van 180.000 pagina's zijn alleen maar studies waar glyfosaat los wordt bekeken. En niet in combinatie met andere middelen. En dan zie ik wel eens een twitterende boer die zegt, ja Bas Bloem, je hebt geen verstand van landbouw. En laten we daar zeggen, dat klopt. Dat heb ik ook helemaal niet. En dan zegt die boer, wij gebruiken alleen maar losse glyfosaat. En dat geloof ik. Het probleem is dat dat glyfosaat niet stopt bij het tuinhekje van die boer. Als je glyfosaat gebruikt, zit het een dag later 40 kilometer verderop. In Duitsland zit glyfosaat door het hele land in de meest beschermde natuurgebieden. In meetbare concentraties, omdat het verwaait. Dus voor zover boeren niet al zelf cocktails gebruiken, ontstaan cocktails door verwaaiing. En wat dus dringend nodig is, Fiona, is dat het toelatingsbeleid gaat kijken naar veel gebruikte cocktails. Maar dat is tot op heden niet het geval. En dat is een extra reden tot zorg. Maar dat zou dus ook kunnen betekenen dat er verschillende bestanddelen die zelf zuiver door de hoepel kunnen springen, in de combinatie een negatief effect kunnen hebben. Ja, dat is precies. En daar zijn wij niet mee bekend. Nee, dat klopt. Dat is helemaal juist. Dat is precies wat Kimberly Pohl vond. Die vond dat een cocktail heel schadelijk was, waarbij ieder middel afzonderlijk veilig door de hoepel was gesprongen. Ja, dat is letterlijk wat zij vond. Geruststellend, maar niet heus. Nee. Dankjewel. Dank Fiona. Ik ga mezelf tegenspreken. Jeroen van Nostrum, ik zie nog een handje van jou. Ik geef jou de gelegenheid voor echt de laatste vraag in dit blokje. En ik wil je vragen om daarna je camera ook uit te zetten. En nu even je geluid aan, dan horen we je. Ja. Bas, je zegt dat glyfosaat is aangetroffen in natuurgebieden omdat het 40 kilometer wegwaait. Kunnen dan die andere middelen ook aangetoond worden 40 kilometer verder? En de combinaties die het eventueel het Parkinson verergeren, kun je die ook samenvoegen dan daar in die gebieden? Ja, zeker. Dus dat was een Duits onderzoek. En als jullie dat interessant vinden, kan ik die publicaties ook wel delen via Misha. Dat ging niet speciaal om glyfosaat. Maar dat ging over, ze keken heel breed naar pesticiden en het bleek dat glyfosaat wel het vaakst werd aangetroffen. En ook in de hoogste concentraties. Maar ook heel veel andere pesticiden zitten op allerlei plekken in ons milieu. Dus het gaat zeker niet alleen om glyfosaat. En als ik bijvoorbeeld even opnieuw dat sprintonderzoek noem van de Wageningen Universiteit. Die vonden in het huisstof bij boeren en omwonenden meer dan 100 pesticiden. Er is natuurlijk geen boer die 100 pesticiden tegelijk gebruikt. Maar toch ontstaat dat, en dat waren deels middelen die vandaag de dag nog toegelaten zijn, maar dat waren deels ook middelen die er lang niet meer toegestaan zijn, omdat die nog in ons klimaat zitten. Dus die cocktails zijn complex en samengesteld. En wat ze dus in dat Californische onderzoek heel slim hadden gedaan, is kijken naar veel voorkomende cocktails en die als eerste onder de loep nemen. Want het aantal combinaties is natuurlijk oneindig, maar je moet eigenlijk kijken naar cocktails die veel voorkomen en die kritisch onder de loep leggen. Dank je Bas. Voor zover, jij blijft gewoon meeluisteren de rest van het webinar nog. Hè? En dan is er eventueel aan het einde, mochten er nog vragen zijn die jij goed kan beantwoorden, dan de uitnodiging om dan nog weer even in beeld te komen. Wil ik nu heel graag aan jullie introduceren de twee sprekers voor de volgende presentatie. Dat zijn de heer Peter Rauw en de heer Rob van Aalsburg. Zij zijn beide werkzaam bij de GGD. Zij zullen zichzelf zo nog even verder aan u toelichten. En zij gaan in op de blootstelling van omwonenden aan pesticiden en de mogelijkheden die daar zijn voor beleidsmakers en wellicht ook de politiek om daarmee om te gaan. Peter en Rob, ik wil jullie heel graag het woord geven. En hopelijk zien we zo jullie presentatie. Hartstikke goed. Ik zie hem goed in beeld.
nog even het geluid aanzetten. Dankjewel, Micha, voor jouw introductie ook. Ja, zo met Peter neem ik met jullie een aantal dingen door. Moet ik even zorgen dat ik naar een volgende dia kan. Daar krijg ik wat hulp voor. Ja. Als het gaat over onze rol van als GGD. In wat wij in het kader van deze presentatie genoemd hebben. De rol van de GGD in het voedselsysteem. En Peter gaat daarna in op. Eigenlijk aan de hand van met name een rapport van de Gezondheidsraad. Rond gewasbeschermingsmiddelen. Een aantal thema's die daaruit naar voren komen. Van wat hebben we aan kennis over de gezondheidseffecten, hoe komen mensen in contact en welke adviezen hebben wij daar vanuit een GGD-perspectief in. Nou, u kent ons als GGD rondom de landbouwsector in het algemeen. Als het gaat over een aantal van gezondheidsrisico's die wij in beeld hebben gebracht. En ik heb hier een klein overzichtje gemaakt van wat krantenknipsels rondom thema's. Met name vanuit het perspectief van de veehouderij. En gezondheidsrisico's die daarbij onderzoek naar voren kwamen. En voor vanavond zijn wij bevraagd op dat fenomeen van wat betekent dat nou rondom gewasbeschermingsmiddelen. Ons team van de GGD, Gezondheid, Milieu en Veiligheid heet ons team. Wij houden ons bezig met fenomenen in de leefomgeving die een relatie zouden kunnen hebben met gezondheid. En een manier waarop wij dat in beeld brengen. Hoe speelt dat bij ons in onze Brabantse context is middels de gezondheidsmonitor. Dat is een in principe vierjaarlijks onderzoek wat wij uitzetten onder inwoners van Brabant. Waarbij wij hen over een breed scala aan thema's rondom gezondheid bevragen. En ook rondom leefomgevingsfactoren. En u ziet het leefomgevingsfactoren in het algemeen zijn een belangrijke factor. Die samenhangt met gezondheid. En dat ervaart de Brabantse burger ook. Je ziet 26% van de Brabantse burgers die zeggen dat hij een zekere mate van bezorgdheid heeft over de invloed van de omgeving op zijn of haar gezondheid. En als we dan bijvoorbeeld kijken vanuit het perspectief van factoren vanuit de landbouw. Dus in de linkerkolom akkerbouw, tuinbouw en in de tweede kolom de veehouderij. Zie je dat zo'n 5% van de respondenten in dit onderzoek daadwerkelijk ook bezorgdheid hebben ten aanzien van die twee factoren als het gaat over bedrijvigheid in de leefomgeving. En voor het beeld heb ik nog voor jullie de industrie en het wonen in een drukke straat erbij gezet om het ook wat dat betreft wel wat in perspectief te zetten. Maar het is zeker dus wel een fenomeen wat rondom agrarische activiteiten ook wel zeker een fenomeen is waar burgers hun vragen over hebben. Het is wat te makkelijk wat ons betreft om gewasbeschermingsmiddelen zomaar als één fenomeen te beschouwen. De provincie benoemt gewasbeschermingsmiddelen bijvoorbeeld in het beleidskader landbouw en voedsel. En wat ons betreft, als we het vanuit een gezondheidsperspectief bekijken, heeft het wat ons betreft alles te maken met de manier waarop wij ons voedselsysteem vormgeven en gezondheid. Dat laat niet zien waarom wij iets van veehouderij ook vinden. De veehouderij speelt ook een rol in ons voedselsysteem. En hetzelfde geldt voor de akkerbouw en de tuinbouw. Die idealiter natuurlijk ook links onderin bijdrage leveren aan onze gezonde, gevarieerde dieet. En waarbij we tegelijkertijd ook wel reëel moeten zijn over wat voor gezondheidsrisico's hangen nou in potentie samen met de productie en de consumptie van dat wat wij ook in Brabant, maar in den brede in ons land produceren. Dus op die manier proberen wij ook gewasbeschermingsmiddelen in een wat breder perspectief te zetten. Welke bijdrage leveren die nou aan gezondheid in den brede? En dat is een systematiek die we eigenlijk niet alleen op bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen zouden toepassen of op factoren die samenhangen met de veehouderij, maar die we net zo goed toepassen op risico's bijvoorbeeld vanuit de industrie. En de systematiek die wij daarvoor gebruiken is wat wij noemen een risicobeoordeling, waarbij we een inschatting maken op basis van eigenschappen van verschillende stoffen, in hoeverre dat die in staat zijn om gezondheidsschade te veroorzaken. Dan hebben we het sec over, heeft die stof de eigenschappen om gezondheidseffecten te hebben? Maar een tweede vraag die daar natuurlijk mee samenhangt is, in hoeverre komen mensen ook daadwerkelijk in aanraking met die betreffende stoffen? En dan zijn voor ons begrippen als blootstelling en de concentratie die er in de omgeving is. En
is die stof ook daadwerkelijk in staat om opgenomen te worden door het lichaam? Dat zijn dan factoren die daar een rol bij spelen. En die factoren bij elkaar, die geven ons een beeld van, is dit nou een stof waarvan we gezien zijn eigenschappen en gezien de manier waarop die zich gedraagt in de omgeving en bij ons mensen, ook daadwerkelijk risico's voor de gezondheid kunnen vormen. En dat is eigenlijk de systematiek, zoals ik schetste, die we op gewasbeschermingsmiddelen ook toepassen. En Peter, mijn collega, die werkt dit fenomeen voor jullie vervolgens uit. Wat betekent dit nu over de kennis, voor de kennis die wij hebben over gewasbeschermingsmiddelen? Zo. Ik wil hier inderdaad verder op ingaan. Bedankt Rob. En ik doe dit aan hand aan het rapport van de Gezondheidsraad. Die baseert zich ook weer op onderzoeken vanuit het RIVM, vanuit allerlei academische centra die dit nauwkeurig hebben onderzocht. Een samenvatting van de kernboodschap van de gewasbescherming in omwonenden is, nou, ze zeggen dat er gezondheidsrisico's zijn. Ze zeggen dat de blootstelling niet geheel kan worden voorkomen. En ze benoemen ook, wat Bas Bloem net ook al zei, dat die toelatingsprocedure, dat die risico's nooit helemaal kan uitsluiten. En komen vervolgens tot een aantal adviezen vanuit het voorzorgsprincipe. Ik wil jullie door deze punten heen leiden. Als we inderdaad kijken, nou, de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op het lichaam. We hoorden het net al van Bas Bloem, dat er meer dan 500 stoffen zijn, dat er enorm veel stoffen zijn die niet allemaal tegelijk worden gespoten, maar die wel op de een of andere manier in onze leefomgeving terechtkomen. En als we naar kijken, nou, wat zijn de mogelijke effecten bij de mens, dan zien we inderdaad dat met name bij hoge concentraties, dat we toch wel heel goed weten, nou, het kan duidelijke effecten hebben op onze gezondheid. Dat kan enerzijds zijn de neurologische aandoening, daar weet mijn de voorspreker veel meer van. Maar we zien ook dat de andere ziektes, dat er andere effecten voor kunnen komen. Dus dan kun je het hebben over kanker, dan kun je het hebben over andere ouderdomsaandoeningen, maar ook effecten bijvoorbeeld op voortplanting en nageslacht. Het zou bijvoorbeeld, we zien bijvoorbeeld onder werkers op plantages in Amerika, dat die een slechtere zaadkwaliteit hebben, dat ze misschien meer miskramen hebben. Maar ook dat het nageslacht, dus de ongeboren kinderen van de ouders die zijn blootgesteld, dat die in hun leven ook veranderingen hebben. En dat kan gaan een lager geboortegewicht, een aanleg voor bepaalde ziektes zoals astma. Dus dat het heel lang kan nawerken. Let wel erop, dit is bij hoge concentraties. En het lastige is ook dat ook die hoge concentraties, die geven vaak niet een 1-op-1 relatie, maar dat is wat we noemen een risicofactor. Je zou het kunnen vergelijken met roken. We weten dat roken is gewoon slecht voor mensen, het is een risicofactor. Waarbij het zo is, niet iedereen die rookt, die heeft de garantie om longkanker te krijgen. Iedereen weet van een oud-oom misschien, die met het roken onder de jaren is geworden. Dat is heel fijn voor die ene. Maar we weten als we op populatieniveau kijken, dat er gewoon heel veel mensen zijn die er op die manier door het roken wel schade ondervinden. En als je dan gaat vertalen naar de bestrijdingsmiddelen, als je gaat kijken bij hoge concentraties bestrijdingsmiddelen, als je een groot deel van de populatie daaraan blootstelt, zul je ook vrij veel gezondheidsgevolgen daarvan krijgen. Wat het lastig maakt, mijn voorganger noemde het al, die cocktail van stoffen, die combinatie. Eigenlijk weten we niet goed wat die combinaties eigenlijk doen op de gezondheid van mensen. Het kan namelijk dat ze inderdaad de effecten versterken. Maar dat ligt dus eigenlijk in een soort black box waar we op dit moment nog helemaal niks over kunnen zeggen. Het proefdeelonderzoek, dat zal opnieuw moeten worden uitgevoerd. Maar ook dat zal nooit al die combinaties kunnen onderzoeken. Het tweede, ook dat noemde mijn voorganger al, je hebt de effecten van een langdurige, lage blootstelling. In tegenstelling wat er eerder is, een hoge concentratie bij mensen die er werkzaam mee zijn. En die langdurige, lage blootstelling, dat gaat dus inderdaad dat het in onze omgeving zit en dat erin blijft zitten. Zonder dat je daar beroepsmatig mee in aanraking komt.
En die langdurige blootstelling, dat maakt ook dat je dus levenslang wordt blootgesteld. En dat maakt ook heel lastig om de effecten heel lastig in de grote onderzoeken te bepalen. Want ook daar benoemde mijn voorganger al, nou, je hebt misschien 40 jaar terug een hoge blootstelling gehad aan bepaalde bestrijdingsmiddelen. En daar pluk je nu misschien de wrange vruchten van. In de vorm van allerlei ziektes die je zou kunnen hebben. En dat onderzoek wat in de tijd die link te leggen, dat is heel lastig. Misschien zien we het ook pas in de volgende generatie. Even kijken dat ik niks ben vergeten. Daarbij komt ook nog dat inderdaad een aantal stoffen die in het verleden werden gebruikt, die nu al verboden zijn, dat die ook dus nu nog hun effect kunnen hebben op de gezondheid van mensen. En dan is inderdaad te denken, bijvoorbeeld aan stoffen als DDT, die is al sinds het begin van de 70 jaren verboden, maar we vinden nu nog steeds, in het sprintonderzoek wat mijn voorganger heeft aangehaald, vinden we de DDT of de afbraakproducten daarvan in onze bodem. Als we dat nou gaan kijken, nou, die vraag die kwam eerder al, hoeveel worden die mensen blootgesteld via voeding of via andere wegen? Dan is dat inderdaad al een beetje in beeld gebracht, ook in Nederland. Onder andere via het sprintonderzoek. Die toont inderdaad aan, nou, overal in Nederland kunnen we eigenlijk wel een hele lage dosis van verschillende middelen vinden. We weten ook dat mensen die gewone fruit en groenten uit de supermarkt kopen, dat die via die weg ook een hele lage dosis krijgen. Daarbovenop komt nog dat mensen die in de nabijheid van de velden wonen, een dosis daarbovenop krijgen. En dus dat die iets meer worden blootgesteld als mensen die dat niet zijn. En hoe komt dat nou? Nou, ik heb hier een plaatje die uitlegt, nou, hoe komt dat bij die mensen terecht? Want in eerste instantie hebben we een boer die rijdt met de trekker over het veld en die spuit die bestrijdingsmiddelen uit. En die zal zelf daarin, die zit er het dichtst op, zal daar een hoge dosis misschien van krijgen. En daaraan blootgesteld worden. Dus die loopt eigenlijk wel het grootste risico. Daarnaast, die spuitnevel, die breidt tot enkele tientallen meters uit naast het veld. Dus mensen die er echt pal naast wonen, die zullen daar ook een dosis van meekrijgen. Dus ook bijvoorbeeld via groente en fruit uit eigen tuin. Wat nog veel belangrijker is, we zien dat... Dat wat gespoten is, dat wil je eigenlijk het liefst op het veld houden. Maar door het weer in Nederland, doordat het verdampt, doordat er wind gaat, doordat het aan stof vecht, zien we dat het niet op het veld blijft liggen alleen, maar dat het dus ook in de verre omgeving van zo'n veld terecht kan komen. En dan komt het inderdaad ook bij mensen in huis binnen. En als we gaan meten met een luchtfilter, als we het stof van het matje opzuigen, dan kunnen we inderdaad de bestrijdingsmiddelen die een week eerder op het veld zijn gespoten, kunnen we in verhoogde concentraties, kunnen we bij de omwonenden meten. En dan is het zo dat de mensen die dichter op zo'n veld wonen, die hebben meer van blootstelling en dus meer bestrijdingsmiddelen in huis dan de mensen die verder weg wonen. Het lastige is, ja, dit gaat allemaal om zulke lage concentraties, die allemaal een beetje in dat grijze gebied vallen, waar we eigenlijk nog niet zoveel van weten. Ik noemde het nou, ja, die continu lage blootstelling. Eigenlijk weten we dan niet zo goed wat het effect is op de menselijke gezondheid. En ja, al die mensen vallen in die grijze zone. Dus we kunnen niet zeggen, nou, hier, vanaf hier is het echt heel gevaarlijk. Van hier zou het niet meer mogen. Of van hier is het veilig. Dat lukt niet. Het valt allemaal binnen dat grijze gebied. Het feit doet zich voor dat we in Brabant met 2,5 miljoen mensen ook heel veel land- en akkerbouw hebben. En dat ruimtelijk soms heel dicht bij elkaar zit. We hebben een aantal grote steden, maar er wonen stiekem toch ook heel veel mensen in de buitengebieden. Die gewoon, ja, dicht bij de akkerbouw zitten. En op die manier een verhoogde blootstelling krijgen in vergelijking met mensen die bijvoorbeeld midden in de stad wonen. Dus je kunt ervan uitgaan, ook al zijn de metingen in Brabant niet gedaan, dat er wel een meer blootstelling zal plaatsvinden in die gebieden
voor de mensen die daar wonen. Dan maakt het natuurlijk ook nog uit wat er op de akkers groeit. Dit is een onderzoek van het CBS van hoeveel bestrijdingsmiddelen er voor verschillende gewassen worden gebruikt. En dan zien we inderdaad dat voor sommige bolgewassen of lelies, dat er daar vele malen meer bestrijdingsmiddelen worden gebruikt dan voor bijvoorbeeld sommige voedselgewassen. We zien hier twee waardes vanuit 2016, de donkerblauwe, 2020 de lichtblauwe. We zien dat het iets afneemt, maar dat het voor sommige gewassen toch nog best fors blijft. En dat dat dus wel voor de individuele mensen of kan enorm uitmaken waar ze naast wonen. Dat samenvatten. Nou, we weten dat er dus gezondheidsrisico's zijn door die gewasbeschermingsmiddelen. Met name bij hoge concentraties is het echt hard aangetoond. We weten het bij een lage concentratie of bij een lage langdurige concentratie, weten we het eigenlijk niet zo goed. De toelatingsprocedure zoals die er nu is, die kan duidelijk worden verbeterd, maar die zal de risico's nooit helemaal kunnen uitsluiten. Dat benoemt de CTGB, dat benoemt de EFSA, dat ze inderdaad alleen maar daar waar ze naar kijken, daar kunnen ze een uitspraak over doen. Daar waar ze niet naar kijken, daar kun je niet met 100% zekerheid over zeggen, nou dan is het veilig. We hebben ook gezien, de blootstelling, die is er gewoon. En die zal ook niet geheel kunnen worden voorkomen. We kunnen moeilijk alles in perfect plastic inpakken, dat er niks uitkomt. Dat lukt gewoon niet in Brabant. En vanuit die ideeën zijn een aantal adviezen gegeven. Nou, als eerste, dat moet echt op een hoger niveau, op Europees niveau, de verbetering van die toelatingsprocedure. Dus mijn voorganger noemde het al, nou we moeten die veel voorkomende combinaties van gewasbeschermingsmiddelen, die moeten we echt goed onder de loep nemen. We moeten ook bij de individuele stoffen kijken, dat er grondiger gekeken wordt naar effecten, met name op de lange termijn bij proefdieren en bij mensen. Daarnaast is het ook een opdracht aan ja, meer de lokale, of misschien provinciaal om te kijken. Nou, hoe kun je die blootstelling zo laag mogelijk houden? Dat je daar ook vanuit het voorzorgsprincipe zorgt dat mensen er zo weinig mogelijk mee aanraking komen. En dat advies is de verduurzaming intensiveren. Om inderdaad die chemische gewasbeschermingsmiddelen zo min mogelijk bij de mensen te krijgen. En een van de wegen die daar bewandeld werd, was inderdaad Europees. Waar er tot vorige week was een doelstelling dat we tot 2030 een halvering van de gewasbeschermingsmiddelen wilden. Die is op dit moment van tafel, maar wordt waarschijnlijk opnieuw onderhandeld. Een tweede is, dan kijk ik hier naar de provincie Brabant, dat er ook een uitvoeringsplan biologische landbouw is. Met inderdaad het streven om 15% biologische landbouwareaal in 2030 te halen. Waarbij je ook als bijeffect hebt dat je minder bestrijdingsmiddelen zouden worden ingezet. En dus dat er minder bestrijdingsmiddelen in de omgeving komen. En ik hoop dat op die manier wij kunnen gevolg kunnen geven aan de adviezen van de Gezondheidsraad om inderdaad die blootstelling te verminderen. Daar willen we als GGD hard voor werken en voor adviseren, de provincie en de gemeentes. Ja, en mocht u nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk ook altijd op de site van de GGD terecht over bestrijdingsmiddelen. Of kunt u contact opnemen, dat we gewoon kijken van nou, wat voor concrete maatregelen zijn er mogelijk. Wat voor, dat we samenwerken aan een gezond voedselsysteem voor iedereen. Ik dank voor uw aandacht. Peter, dank je wel. En Rob natuurlijk ook. Ik vermeld toch nog even dat jullie allebei arts zijn, dan wel Peter, arts in opleiding. En dat jullie allebei medisch milieukundigen zijn bij de GGD. Dank voor jullie analyse en het stukje handelingsperspectief, wat daar natuurlijk ook bij hoort. En inderdaad, hè, wat kunnen we op provinciaal niveau daaraan doen? Het toelatingenbeleid ligt daar natuurlijk niet, maar inderdaad verduurzaming. Van allerlei bronnen van onveilige stoffen, daar kunnen we wellicht wel iets aan doen. Ik wil de statenleden wederom
uitnodigen voor het stellen van een aantal informatieve vragen. In eerste instantie aan Peter en Rob stel ik voor. En als ze beter bij Bas passen, dan halen we Bas erbij. Die is er natuurlijk ook nog. Even kijken, ik begin graag bij meneer Henry Liebrechts. U mag uw microfoon en uw beeld even aanzetten. Dank je wel. Als ik het de vorige presentatie koppel aan deze presentatie, is het dan gerechtvaardigd om te zeggen van de biologische landbouw in Brabant is toegenomen. We zien ook dat het aantal gevallen van Parkinson in Nederland gelijk blijft. Is hier een relatie te leggen tussen die twee? Dat we, omdat we gezonder zijn gaan boeren, dat de Parkinson gelijk blijft, terwijl we het in andere landen zien dat het juist toeneemt, zoals bijvoorbeeld in Duitsland? Of is die conclusie niet gerechtvaardigd? Ik denk dat het heel lastig is om inderdaad die conclusie te trekken. Bas Bloem weet misschien over de relatie tussen Parkinson en de bestrijdingsmiddelen nog meer. Maar het is zo, wat ik al benoemde, de effecten van bestrijdingsmiddelen, die zie je niet gelijk. Die zie je meestal pas over 20, 30 jaar. Omdat dan, dus misschien ontstaat nu pas langzaam die schade. Net zoals bij andere ziektes, maar die effecten daarvan, die zie je pas op late leeftijd. Dus die diagnose wordt pas later gesteld. En ik heb niet de cijfers in mijn hoofd, maar het is pas de laatste 10, 20 jaar volgens mij dat er een langzame groei aan biologische boeren in Brabant bijkomt. Dus ik vind het lastig om daar nou een één-op-één verband te leggen. Oké, dankjewel. Dankjewel, Henri. Dianne Schellekens, zie ik nog een handje van. Welkom. Ja, dankjewel. Ja, ik zit het verhaal aan te horen en het is voor een gedeelte, hoor ik dus ook over het verwaaien en verspreiden van allerlei stoffen. In hoeverre is er ook al iets te zeggen dat nieuwe technieken in de landbouw daar ook bij kunnen helpen, zoals de precisie. Landbouw en een aantal zaken. Is daar al iets over bekend? Ja, kijk, het is lastig om van dat type aan innovaties vervolgens wat te zeggen. Kijk, de opzet van dat soort technieken, die zijn natuurlijk gericht op het op zijn plek houden van die gewasbeschermingsmiddelen. Dus minder spuitnevel die verwaait. Of dat dat daadwerkelijk ook tot een substantiële reductie leidt van die blootstelling van die omwonenden, is lastig te zeggen. Ook Peter liet het zien met behulp van dat plaatje. Kijk, in het beeld ga je natuurlijk snel de blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen koppelen aan die trekker die met de spuitboom over het land rijdt. Maar de realiteit is, als we kijken wat is de route waarop die omwonenden het meest worden blootgesteld, is dat niet via die directe verwaaiing. Dus gaan we effecten zien en is precisielandbouw of is nog betere driftreductie, is dat de sleutel hier voor het terugdringen van die blootstelling? Ja, daar is ook niet zeg maar eenduidig een antwoord op te geven. Op zijn minst zal het wat bijdragen. En zeker als het gaat over precisielandbouw, een van de opzetten daarvan is natuurlijk uiteindelijk het nog gerichter toepassen van gewasbeschermingsmiddelen en daarmee. Ja, als ik me mag veronderstellen dat ook een afname betekent van de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen, dan past dat nu eigenlijk wel in de lijn die wij net neerzetten van een reductie van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Ja. Oké, dankjewel. Ja, en ik had eigenlijk nog een vraag, dat heeft met water te maken. In hoeverre is bekend wat het aandeel van het water systeem is in het verspreiden van de middelen, de oppervlaktewater en het grondwater. Heeft dat ook richting de zeg maar blootstelling van omwonenden invloed? Nou, het precieze aandeel daarvan is lastig te duiden. Kijk, water staat natuurlijk wel sterk in de belangstelling. Het heeft uiteindelijk natuurlijk ook te maken met wat we ons te realiseren hebben, dat wij in Brabant dan niet zozeer, maar zeker in de Randstad, daar drinkt men oppervlaktewater, om het zo maar te zeggen. Een belangrijk deel van drinkwaterproductie voor de Randstad, die komt vanuit oppervlaktewater. En dus, ja. dus zorg dragen voor ons oppervlaktewater en het voorkomen van
van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater. Daar is natuurlijk alle reden voor ook wat dat betreft. Ja. Ja. En daarnaast is het dus ook zo, ik noemde net al dat een aantal middelen die nu al 40, 50 jaar verboden zijn, dat we die nog steeds in onze bodem terug kunnen vinden. En het is zo dat het grondwater moet ook ergens vandaan komen. Dus dat er ook een verwachting is dat er, wij nemen in Brabant het grondwater als ons drinkwater. Maar dat er wel de mogelijkheid bestaat dat er lage concentraties van die middelen ook in het grondwater terecht kunnen komen. Maar dat zien we nu nog niet. Oké, dankjewel. Dankjewel, Dianne. Meneer Koevoets staat met een handje. Ja, dankjewel. Ik ben Hubert. Ik heb eigenlijk twee vragen. Als ik dit hoor, ook het verhaal van Bas, wat zeer interessant is. Maar ook naar zijn grafieken kijkend enzovoort. Dan is natuurlijk demografisch ook wel wat veranderd in die zin dat vroeger werd bijvoorbeeld veel meer gerookt. Tegenwoordig wordt er weer geveept en dat soort zaken. Als je kijkt naar de gezondheid van mensen, dan kan ik me niet anders voorstellen dan dat moet ook een effect hebben. Hè. Het moet dus ook een effect hebben dat veel meer van de mensen die aan een studie of wat dan ook meedoen, nu niet meer roken en vroeger wellicht wel rookten. Hoe past dat? En mijn tweede vraag is, als ik over verwaaiing hoor spreken, en daar hoorde ik Bas zowel als bij de heren van de GGD over spreken, dan denk ik in Brabant ook snel, zeker als het over 40 kilometer en verder is, dan denk ik ook van, goh, hoe werkt dat over de grens? Hoe werkt dat in Vlaanderen? Want zuidwestenwind, ik kom uit de Brabantse Wal, daar kun je niet zoveel op andere gebieden, omdat er heel veel vanuit België komt kennelijk. Hoe wordt dat meegenomen in deze studies? Nou, misschien de eerste vraag, die kan ik beantwoorden. Ja. En de collega's de tweede vraag. Nee, die eerste vraag is denk ik volkomen terecht. En dat maakt ook dat epidemiologisch onderzoek zo ongelooflijk ingewikkeld is. En de kans dat je daar iets niet vindt wat er wel is, is heel groot. En omgekeerd is er misschien ook wel een kans dat je per ongeluk wat vindt wat niet reëel is. Dus ik denk dat het moet gebeuren, maar het is, wat ik al zei, statistiek van de hogere orde. En je noemde even roken. En ik ga iets zeggen, dan moet eigenlijk iedereen even vingers in zijn oren stoppen. Maar roken is in de meest consistente factor die lijkt te beschermen tegen Parkinson. En dat is heel maf en we hebben nog geen idee hoe dat zit. Een mogelijke verklaring is dat roken je neusepiteel minder doorlaatbaar maakt, waardoor je pesticiden die je inademt minder makkelijk je lijf inkomen. Maar er zijn ook hele andere verklaringen, dus dat is puur speculatie. Ja, daarom vraag ik het, maar, ja. Ja. Ja, maar dat betekent dat veranderingen in rookgedrag, het minder roken, kan dus ook ertoe leiden dat we nu meer Parkinson zien, omdat roken een beetje leek te beschermen in die studies. Daarom heb ik ook net gezegd, we gaan dat landkaartonderzoek doen, maar jongens, op voorhand voorzichtig, ik weet er niet wat er uitkomt, maar het is ingewikkeld. Ja, we gaan het case control onderzoek doen, ook daarvan razend ingewikkeld, precies om de factoren die jij noemt. Ik geloof uiteindelijk het meeste in dat dia-experimenteel onderzoek. En zo snel als we maar kunnen dat in vitro te gaan doen. Hè, dat je beesten kunt sparen. En dat je betrouwbare in vitro alternatieven hebt. Ze zijn bij het RIVM zelfs bezig met in silico modellen. Dat je dat in computermodellen kunt gaan simuleren. Hoef je helemaal geen levend materiaal meer bloot te stellen. Maar dat gaat nog even duren. Dus ik zet mijn geld nu vooral in. Hè, of mijn vertrouwen richt ik vooral op dat die experimentele onderzoek. Ander onderzoek moet ook gebeuren. Maar je hebt helemaal gelijk. Razend ingewikkeld, zeker ook met die time trends en ook wat de collega's van de GGD al riepen. Parkinson heeft een aanloop van 10, 20, 30 jaar. He, dus de golf waar we nu naar kijken is zeker, dat geef ik direct toe, voor een deel veroorzaakt door de giftige stoffen die we gelukkig in Nederland verboden hebben, maar nog niet kwijt zijn uit ons milieu. En het verwaaien laat ik aan de collega's over. Wat betreft die tweede vraag inderdaad, verwaaien en het feit dat ze zo wijd verspreid zijn. En wat betekent dat nu voor grensoverschrijdende aspecten bijvoorbeeld? Kijk, dat is vanuit gezondheidsrisico's in het algemeen rondom leefomgevingsfactoren een bekend fenomeen. Het laat bij uitstek zien dat dit fenomenen zijn waar je op een zo groot mogelijk niveau mee bezig moet zijn. Dus het feit dat wij in Europees verband gewasbeschermingsmiddelen toetsen, past eigenlijk in die lijn.
Dit is niet een fenomeen wat je lokaal alleen kan oplossen. Dus dit is, dat is zeker een factor. Ja. Hubert, hopelijk zijn zo je vragen voor nu beantwoord. Ik kijk nog. Ja, dank je. Dankjewel. Een laatste keer naar de chat. Ik zie geen handjes meer van statenleden. Ik hoop daarmee dat al jullie vragen inderdaad aan de... Nou, daarmee zijn al jullie vragen nu van aan de orde kunnen komen. Daar ben ik blij om. Anders is het ook zo ingewikkeld als we daarin keuze zouden moeten maken. Ik zie dat het bijna 9:15 is. Dus ik wil deze avond met jullie gaan afsluiten. Met heel veel dank aan de drie sprekers, Bas, Peter en Rob, voor jullie toelichting, voor jullie heldere analyse, goed onderbouwde analyse. Hè. Laten we het vooral over de feiten blijven hebben. En nou, ik sluit me heel erg aan bij wat namens de BMF ook wat Bas zei. Hè. Het gaat erom dat we het samen gaan oplossen. In ieder geval voor het Brabantse. En dat we samen voor een schoon en een gezond Nederland. En in dit geval ook zeker een gezond Brabant gaan. En dat we daar met z'n allen de dingen voor gaan doen die nodig zijn. Wij blijven ons als Brabantse Milieufederatie zeker ook inzetten voor dit onderwerp. Mochten er vanuit het publiek nog nabranders vragen zijn, dan stel die gerust aan ons. Dat kan aan mijzelf of aan Joep van Overbeek. Onze contactgegevens staan op de website van de BMF. Wij zullen in ieder geval jullie vragen dan... kijken of wij er een antwoord op kunnen vinden en jullie anders eventueel doorverwijzen of kijken of we nog wat informatie na kunnen zenden. Dus schroom niet om nabranders te laten weten. Nogmaals dank aan de sprekers, dank aan de statenleden voor jullie aanwezigheid, voor jullie vragen. Wij wensen jullie ook veel wijsheid rondom dit actuele onderwerp. Dank alle andere toehoorders. We hebben jullie helaas niet kunnen zien, niet kunnen horen. Maar ik zie dat jullie er met velen waren. En nou, dat geeft aan hoe belangrijk dit onderwerp is. Ik wens jullie allen nog een hele fijne avond. En wat ik aan het begin al zei. Wij laten jullie nog weten wanneer deze opname beschikbaar is. En waar jullie hem kunnen vinden. Nogmaals, hartelijk dank voor de tijd, voor de aandacht. En graag wellicht tot een volgende keer en een fijne avond nog. Tot ziens. Fijne avond en tot ziens.